Vic, rustdag. Altijd een mooi moment om even terug te blikken op de eerste week. Ja, jij was een beetje de pechvogel, heb ik het idee, van de eerste week. Ja, wij hadden gewoon de duivel achter in de bak zitten. En die hebben we 3 dagen niet uit kunnen trappen. En ik heb het idee dat we nou zo hard getrapt hebben dat hij even weg is. Dus ik hoop dat we hem echt uitgegroeid hebben dat hij weg blijft. Ja, want het heeft wel consequenties gehad natuurlijk, hè? Die pechvogel, die duivel. Ja, niet normaal. Ik had zo'n start als deze had ik nooit verwacht. Ja, maar je doet niet meer mee in het officiële klassement. Nee, dus dag 2 naaf kapot, start niet gehaald en klaar. En wat doe je eraan? Het doodzonde, want je hebt wel laten zien dat je mee kan rijden. Ja, op een gegeven moment zijn we toch echt kwaad geworden en toen was die pechduivel er niet, dag 4. En toen hebben we echt eens even gas gegeven. En dat was net de dag, moest helemaal achteraan starten. We hadden net een roze klote nummertje gehad. En we moesten plek 139 starten. En wij kwamen als 6e binnen, snelste Nederlander. En toen hadden we echt zoiets, zo. En dat wouden we even laten zien. Ga je dat ook laten zien in die tweede week? Ja, ik ben blij dat de accu een beetje opgeladen is. Ik vond zo beginnen is niet positief. Dus daar werkt ook een beetje door, heb ik het idee. En nou heb ik een nachtje in een heerlijk bed in een hotel gelegen. Ik had alles even overdacht. Ik voel me eigenlijk wel weer helemaal lekker. Dus dan ga ik vannacht nog even een nachtje doen. Even knallen dan. Ja, en dan morgen gewoon weer plankgas geen genade.